welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een heleboel nieuwe make-up testen. Ik heb een heleboel nieuwe make-up producten genoeg voor echt een full face met nieuwe make-up. Dus ik dacht, ik ga weer een nieuwe make-up test video maken. Want ik weet ook dat jullie dit soort video's altijd heel leuk vinden. En ik ook. Ik hou altijd van nieuwe make-up. Dus ik ben weer heel excited om te gaan kijken wat ik van al deze make-up vind. En ik hoop gewoon zoals altijd dat alles weer goed gaat zijn. Maar dat gebeurt echt bijna nooit. Het gebeurt echt bijna nooit dat ik echt alles goed vind. Maar ik ben er vandaag extra enthousiast over, want een aantal van deze make-up producten heb ik hier al een aantal weken liggen. Omdat ik dus 2 weken ziek was, kon ik 2 weken niks doen. Dus het ligt hier al eventjes. Dus ik ben heel enthousiast om het nou eindelijk te kunnen gaan gebruiken. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Full face met nieuwe make-up video's staan altijd aan de best wel lange kant. Dus pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken en geniet van deze video. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag zoals bijna altijd beginnen met de ogen. En ik ben echt super enthousiast over dit paletje. Want ik heb hier het Morphe paletje in samenwerking met Lisa Frank. Dit paletje heb ik gekregen in PR. En die ligt hier al voordat ik ziek was geworden. Dus ik ben heel enthousiast om te gebruiken. Kijk even hoe leuk deze verpakking is. Het is een beetje kinderlijk, maar ik vind het wel gewoon leuk. En dan als je het paletje overmaakt, is dit wat je krijgt. Het is een beetje een soort van een boek. De kleuren zijn heel heftig, heel kleurrijk. En dan heb je hier zo'n hartje met een grote spiegel. Dit is een vrij nieuwe stijl van paletje. Morphe paletjes zien er normaal anders uit. Gewoon zo met die klep die gewoon normaal open gaat. En geen spiegel en zo. Dus dit is een beetje een andere vibe. Dit gaat ook gewoon open en dicht met een magneet. En wat ook leuk is aan deze samenwerking is dat ze dit paletje hebben met 3 verschillende verpakkingen. Dus ik heb deze verpakking met de 2 eenhoornen, maar ze hebben ook nog 2 andere verpakkingen. Dus je kunt uit 3 soorten verpakkingen kiezen. De inhoud is wel gewoon de same. Dus dit is gewoon bij elke verpakking hetzelfde. Kijk even hoe heftig dit allemaal is. Het is een mix van matte en glanzende kleuren en allemaal heel erg kleurrijk. Je kunt dit paletje zien en denken van oké, het is een beetje kindermake-up-achtig. Het is iets te kleurrijk. Iets te kinderlijk en whatever. Maar Lisa Frank is letterlijk dit. Lisa Frank is kinderlijk, is kleurrijk. Dus het is gewoon super logisch dat het paletje er een beetje kinderlijk uitziet en heel kleurrijk is. Maar ik vind het wel leuk. Ik hoop wel gewoon dat de kwaliteit goed gaat zijn en niet... ja, kindermake-up kwaliteit gaat zijn. Want dat zou echt minder zijn. Maar ik hoop gewoon dat het allemaal heel goed gaat zijn. Dus ja, hiermee ga ik vandaag een leuke, heftige, kleurrijke look maken. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met mijn P. Louise Base in de kleur Rumor 01. Ik ga beginnen met deze felroze matte kleur hier. Die ga ik aanbrengen met mijn Zoeva 231 kwast. En die kleur druk ik zo in mijn arcadeboog, maar alleen maar hier zo in de binnenste hoek. Wow, dat is echt heel veel pigment. Oké. En ik trek door tot ongeveer de helft. Oh mijn god, het valt me pas nu op dat er onder alle kleuren gewoon kleurnamen staan. Je kunt het gewoon bijna niet zien, maar overal staat de kleurnaam onder. Die roze kleur heette Puppy Love. Daarnaast breng ik deze paarse kleur aan, die heet Violet and Velvet. En dan als laatste breng ik daarnaast deze blauwe matte kleur aan, die heet Angel Kitty. En dan is het tijd om al deze 3 kleuren uit te gaan blenden. Ik ga beginnen met het uitblenden van deze roze kleur. De roze kleur blend ik uit met deze matte kleur hier. Die heet Playtime Kittens. Ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. En dan ga ik gewoon een beetje zo soort van schetsen op de rand. En ik blijf alleen maar een beetje hangen en nog eerst bij die roze kleur. En dan pak ik ook weer een klein beetje van die roze kleur. En dan blend ik die ook weer uit. De paarse kleur blend ik uit met de kleur hier, die heet Pranking Units. En de blauwe kleur blend ik uit gewoon weer met de blauwe kleur. Oké, alle 3 de kleuren zijn nou helemaal soortig van uitgeblend. Dan ga ik even een halve cut crease maken, weer met mijn P. Louise base. Maar dit is een andere kleur, dit is Rumor 0, dit is gewoon een witte kleur. En de kwast die ik daarvoor gebruik is mijn NYX Cosmetics kwast nummer 14. Oké, de hele cut crease is gemaakt. Nou ga ik een glanzende kleur aanbrengen daarop. En ik ga deze hele lichte roze glanzende kleur aanbrengen. Die heet Ballerina Bunnies. Nu ga ik in met de zwarte matte kleur hier. Die heet MAC Splash. En die zwarte kleur ga ik zo indrukken hier in de buitenste ooghoek. Wow, die is echt super zwart. Zien we dit? Wauw. En die zwarte kleur ga ik dan uitblenden met de blauwe kleur die ik hier ook heb gebruikt. Die heet Angel Kitty.
En die blauwe kleur ga ik dan ook zo aanbrengen hier op de grens van de zwarte en de roze kleur. Om daar ook een beetje blauw aan te brengen en het allemaal een beetje in elkaar te blenden. Nou jongens, dit ging allemaal echt best wel goed. Alles is super goed gepigmenteerd. Het blendt gewoon allemaal heel goed. Het is gewoon een cliché Morphe paletje kwaliteit. Dus als je al paletjes hebt van Morphe, het is gewoon precies die kwaliteit. Het is niet beter, het is niet slechter. Het is gewoon exact wat ik gewend ben van Morphe. Dus daar ben ik gewoon blij mee. De look is lekker heftig. Ik wil ook even een eyeliner aanbrengen, maar ik zie dat ik die niet nieuw heb. Dus ik gebruik gewoon mijn Honest Beauty eyeliner. En dan maak ik hier zo een lijn en dan laat ik het mooi inblenden met de zwarte oogschaduw. Alsof het zo vervaagt in de zwarte oogschaduw, zeg maar. En dan breng ik hier weer een beetje van die zwarte oogschaduw aan om het goed te laten inblenden met de eyeliner. Mensen, ik ben echt obsessed met het look. Ik vind het echt zo leuk. Zo heftig, but I'm totally here for it. Ik ben echt zo blij met hoe het is gegaan. Oh my god. Ik heb al eventjes niet meer zo'n hele heftige look gemaakt. Dus ik vind het wel leuk om het te doen. Oké, dan is het tijd voor mascara. Ik heb een nieuwe mascara van Be Creative Makeup. Dit is de Be Creative Makeup Never Ending Lengthening Mascara. Ik heb wel eens een andere mascara gehad van Be Creative Makeup. En die was heel fijn. Dus ik hoop dat deze ook fijn gaat zijn. Dit is de applicator. Gewoon zo'n simpele, ronde, dunne applicator. Nou, dit is echt een top mascara. Het is inderdaad echt een lengte mascara. Hij maakt mijn wimpers lang. Ik vind ook het borsteltje heel erg fijn. Want hij gaat zo van breed naar een beetje dunner. En dat is heel fijn zo hier voor in de binnenste ooghoek. Je kunt zo goed zo alle haartjes pakken. En dat vind ik heel fijn. Dus ik vind het een hele fijne mascara. I like it. Nou, bij zo'n hele heftige ooglook hoort ook hele heftige wimpers. Dus ik ga mijn Foam Ink TL3 van Tati Lashes wimpers aanbrengen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. We zijn voor nu even klaar met de ogen. Ik ga beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. Ik heb een nieuwe primer van LOV. Ik heb hier de LOV Perfectitude Hyaluronic Serum Primer. Ik ga vandaag ook geen nieuwe foundation testen, omdat ik dus een nieuwe primer test. En ja, als ik die beide nieuw test, dan weet ik nooit zo goed welk product nou wat heeft gedaan. Deze LOV primer is dus een glowy primer. Dus ja, daar ben ik wel enthousiast over. Daar hou ik altijd wel van. Dit is hoe die eruit ziet. Kijk even hoe apart. Dit is echt de meest aparte primer die ik ooit heb gezien. Met allemaal van die pareltjes erin of zo. En dit moet dus je gezicht een glow geven en je gezicht hydrateren en je poriën een beetje te verbergen. Er zit 30 ml in, goede hoeveelheid. Nou, laten we het proberen jongens. Fun fact voor de mensen die het niet weten. LOV is een make-up merk die valt onder het bedrijf waar ook Essence en Catrice onder vallen. Dus dat is wel een leuke fun fact. Er komt niks uit, jongens. Oh my god. Hallo. Oeh, het is heel waterig. Zie je? Oh my god. Het geluidt gewoon helemaal naar beneden. Oké. Het is super waterig. Wat me nu ook opvalt is dat de oogschaduw helemaal geen fallout had. Ik heb helemaal niks weggehaald. Ik was helemaal vergeten dat fallout überhaupt een optie is. En ik heb echt felle kleuren gebruikt en zo. En er is helemaal niks op mijn gezicht gevallen. Dat is top. Deze primer ruikt wel echt heerlijk. Oké, ik heb hem helemaal aangebracht. Ik zie niet heel veel een glow. Ik had toch wel iets meer glow gewild of zo, weet ik veel. Hij ruikt wel echt heerlijk. Hij brengt ook goed aan. Hij is ook een beetje plakkerig. Dus dat gaat goed helpen met het lang laten zitten van make-up. De foundation die ik ga gebruiken is de Born to Glow Foundation van NYX Cosmetics. Ik heb de kleur Medium Olive. En die breng ik aan met mijn Real Techniques Pons. Ik ga mijn gezicht cream contouren, want ik heb een nieuwe cream contourstuk, stick, van Maybelline. De Face Studio Contour Stick. Ik heb de donkere kleur genomen, die nou denk ik te donker is voor mij. Maar wanneer ik weer heb gebruind, gaat die wel goed zijn voor mij. Ik ga einde van de week weer bruinen. Even kijken, welke kleur is dit? 03 Dark. En ik gebruik nooit die lichte kant. Die gebruik ik nooit. Ik gebruik altijd die donkere kant. Deze doet mij denken aan die sticks van de Action. Ik denk dat hun deze sticks een beetje hebben nageaapt of zo. En het is echt een contourstick. Dus staat ook echt op contour. Dus ik ga even hiermee mijn gezicht contouren en kijken wat ik ervan vind. Hij brengt al wel heel creamy aan. De kleur is op zich niet heel erg donker. Dit is wel gewoon een kleur die ik gebruik. Oeh, de stick is echt ideaal voor de neus, want hij brengt echt zo heel precies aan. I love it. Oh mensen, I love it. Deze stick is fijn. Wauw, hij blendt echt helemaal top aan. Hij brengt ook gewoon fijn aan. I like it.
Ik ben echt in shock. Ik had niet verwacht dat ik de stick zo fijn ging vinden. De kleur is ook echt heel erg mooi. Dit is echt een stick die ik vaker zou gebruiken. Hij heeft mijn gezicht echt zo heel mooi gebronst en zo. Ik weet, mijn neus is nou een beetje vlekkerig, maar dat wordt straks gefixt. Ik heb ook een nieuwe concealer van Zoeva. Dit is de concealer van Zoeva. Ik heb de kleur 100 Destiny. Die kleur heb ik gewoon weer lekker online gegokt. Dit is dan hoe die eruit ziet. En best wel een mooie, chique verpakking. We krijgen 6 milliliter. Dat is een vrij normale hoeveelheid voor concealer. Alleen de verpakking is wel heel klein. Toen ik hem net pakte, ik dacht echt, waarom is hij zo klein? En waarom is het zo weinig? Maar er staat gewoon op 6 milliliter. En dat is in principe gewoon normaal. Ik denk dat de kleur wel gaat matchen. Hij is wel een heel klein beetje licht. But we will see. Ik hoop dat hij gewoon genoeg dekking heeft. Oeh, hij is wel heel licht. Oké. Okay. Hij voelt een beetje dikkig aan. Dat betekent vaak wel dat het een goede dekking heeft. Het heeft een goede gele ondertoon. Dus dat is top. Ik vind de applicator ook heel fijn. Hij is zo lekker klein. Dat heeft wel iets. Nou, ik vind het echt een hele mooie concealer. Hij heeft mijn gezicht echt verlicht. Het heeft niet een hele volledige dekking. Het is niet een super, super dekkende concealer. Ik vind het een beetje een medium dekking. Maar dat is in principe ook gewoon prima als het maar geen lichte dekking is. Ik wil wel dat de concealer doet wat hij moet doen. En dat is dus concealer. Ik vind het mooi tot nu toe. Het is geen matte concealer. Je kunt echt een beetje een glans zien over mijn gezicht. Oké, ik vind hem oké. Ik ben niet heel enthousiast. Maar ik vind hem ook echt absoluut niet heel slecht of zo. Ik ben best wel blij met hoe mijn gezicht er op dit moment uitziet over het algemeen. Dan heb ik een nieuwe losse poeder van Anastasia Beverly Hills. Ik heb wel de kleine versie genomen, omdat ik dus niet weet of ik hem goed ga vinden. Dit is hun translucent poeder. Ze hebben een aantal kleuren, maar ik ben gegaan voor translucent. En dit is dan hoe die eruit ziet. Obvious is het normale formaat een stuk groter. Ik heb een vriendin die visagist is en zij had deze poeder op mijn gezicht gebruikt en ik vond het effect best wel mooi. Dus nu ik er zo over nadenk, ik weet al wat ik ervan vind. Ik weet al dat ik hem goed vind. Dus waarom heb ik dan de kleine gekocht? Oké, daar heb ik niet heel goed over nagedacht. Maar het is al een lange tijd geleden, dus ik weet het niet allemaal niet echt meer. Dus ja, deze ga ik gewoon vandaag gebruiken om mee te baken. Het is gewoon een witte kleur, want het is translucent. Maar zoals ik al zei, ze hebben echt nog een heleboel andere kleuren. Wat me echt gelijk opvalt is, het is een hele dunne poeder. Het is een hele licht gewicht poeder. Het is echt heel licht en dat is top. Want dan heb je niet zo dat dikkige cakey effect op je gezicht. Dus dat vind ik heel fijn. Ik heb denk ik hier echt geen enkele poeder die zo licht is. Die zo dunnig aanvoelt. Oké, hij heeft mijn gezicht gewoon mooi mat gemaakt. Mooi smooth. Wauw, ik vind het echt een hele fijne poeder. Ik ben een beetje in shock. Ik ben echt impressed. Ik ga even een foto maken met Fliss om te kijken of we flashback hebben. Nee, echt helemaal geen flashback. Dus dat is top. Het is gewoon bijna alsof ik geen poeder op mijn gezicht heb. Ik ben echt een beetje in shock. Dit heeft hij echt heel goed gedaan. Wauw. Ik ga heel even snel mijn Revolution Contour paletje gebruiken voor mijn neus. Ik gebruik deze kleur. En dan een beetje mijn Max & Mor Fixing Spray om mijn gezicht te zetten. Oké, dan ga ik nu eventjes snel mijn ogen afmaken. Ik ga de onderkant ga ik helemaal groen maken. Dus we gaan nog een andere kleur aanbrengen. Ik heb hier de NYX Epic Wear oogpotloodje in een groene kleur. Hoe heet deze kleur? Deze kleur heet Emerald Cut. Dus deze ga ik aanbrengen op de onderste waterlijn. Wauw, dit potloodje is echt super groen. Deze heb ik al een tijd, maar nog nooit gebruikt. I like it. Dan pak ik uit het paletje deze groene matte kleur. Die heet Zoomer en Zorbit of zoiets. En die kleur breng ik dan aan over de hele onderste wimperrand. Dan pak ik deze beetje champagne-achtige glanzende kleur. Die heet Rory. En die ga ik aanbrengen in de binnenste ooghoek. Nou, ik heb nou echt super veel kleuren gebruikt uit dit paletje. Dus ik weet echt heel goed nou wat ik ervan vind. En I love it. Super gepigmenteerd, blend allemaal goed. En er is geen fallout. Als je zo'n heftige ooglook maakt als mij en er is geen fallout, dat gebeurt echt bijna nooit. Dat is echt heel erg uniek. Dus ja. Ik ga even die mascara weer gebruiken voor de onderste wimpers. Nou, deze mascara is voor de onderste wimpers ook echt amazing. Omdat hij dus zo dun is, kom je heel makkelijk bij alle haartjes zonder dat je allemaal je huid aanraakt en zo. Dat gebeurt echt zo vaak. Deze mascara is echt top. Jongens, het gaat vandaag echt goed. Ik ben echt heel blij. Ik ga mijn gezicht bronzen met een nieuwe bronzer. De City Bronzer van Maybelline. Ik heb hem in de kleur Deep Cool 300. Normaal neig ik naar een warme bronzer. Nou heb ik een koele bronzer genomen ter afwisseling. Ik dacht, ja,
laten we gewoon een keer wat anders proberen. Ik heb wel de kleur Deep genomen, omdat ik het dus matchte op mijn huidskleur als ik heb gebruind. Ik denk dat die dus voor nu iets te bruin gaat zijn, maar whatever, we gaan het gewoon proberen. Het is gewoon een matte bronzer, by the way. I like it. Hij is helemaal niet te donker. Dat had ik wel echt verwacht. Als je er zo naar kijkt, je verwacht echt super donker. Maar dat is hij echt totaal niet. Ik vind hem gewoon heel mooi matchen met mijn huidskleur. Ik vind hem ook niet te cool. Af en toe zijn de kleuren iets te cool en dan wordt het een beetje grijzig. Dan wordt het meer een contourkleur dan een bronzen kleur. Maar het is echt gewoon een goede bronzen kleur. I love it. Ik ben er echt enthousiast over. Heel mooi. Dan ga ik verder met blush en highlighten. Daarvoor heb ik dit gezichtspaletje van Beauty Bakery. De Brownie Bar Face Palette. Je hebt een bronzer, je hebt een blush en je hebt een highlighter. De bronzer is echt veel te donker voor mij. Dus ik heb deze andere bronzer gebruikt. Maar de blush en de highlighter kan ik wel proberen, denk ik. Ik vind de verpakking echt heel erg leuk. En dit zijn dan de drie kleuren. Drie hele prachtige kleuren. De blush is een beetje peachy oranje. Je had dit paletje in twee varianten. En ik heb de donkere variant genomen. Maar ik heb een beetje spijt. Ik denk dat ik beter voor de licht had kunnen gaan. Maar ja, whatever. Ik ga deze middelste kleur aanbrengen als blush. Hopelijk is hij niet te oranje. Oh, er is echt heel veel pigment. Oh my god, dit is... Oké, uitblenden. Wauw, er kwam echt gelijk superveel pigment vanaf. Ik vind de kleur wel mooi. Hij is in principe iets te oranje voor mijn huidskleur. Maar als je gewoon maar een heel klein beetje aanbrengt, dan is het gewoon wel oké. Wauw, er kwam echt superveel vanaf. Doe eens even rustig aan, joh. En dan ga ik ook de highlighter kleur gebruiken. Die kleur lijkt me echt prachtig. Kijk hoe mooi die is. Super heftig. Hij is wel weer een beetje aan de donkere kant. Ook dit had ik weer gematcht op mijn bruiningshuidskleur. Goed bezig, Sarah. Wauw, hij is wel echt heel erg mooi. Hij is een klein beetje te donker voor mij. Maar ik denk dat wanneer ik heb gebruikt dat het gewoon prima is. Het is een hele mooie gouden kleur. Oké, dan als laatste de lippen. Voor de lippen heb ik een nieuw merk. Ik heb hier lipsticks van het merk Masauda Milano. Dit is een nieuw merk die te koop is bij Douglas. Ik heb een PR-pakketje ontvangen van hun waarin deze twee lipsticks zaten. Ik heb ook al een highlighter van hun geprobeerd en die is echt super fijn. En dat is dit product. Dit is by the way allemaal van hun Christmas collectie. Deze is zo mooi. Oh my god. Ik heb hem ook gebruikt in een video die op mijn Instagram staat. Ik heb de kleur 102. Dus ik ga hun lipsticks proberen. Ik heb twee verschillende kleuren. Ik heb deze felrode kleur. Dat is de kleur 302. En ik heb volgens mij een meer nude kleur. Ja, dit is echt de nude kleur. Dat is de kleur 301. Ik denk dat ik gewoon ga voor nude. Want rode lippen met deze ooglook gaat hem niet worden. Kijk wat een prachtige rode kleur. Echt geweldig. Het zijn by the way creamy lipsticks. Dus niet mat. Ja, echt een hele mooie creamy lipstick is dit. Een beetje aan de lichte kant van mij. Ik zou dit sowieso combineren met een lippotloodje die iets donkerder is. Maar ik vind het wel echt een prachtige kleur. Ideaal voor everyday. Hij is echt super, super creamy. En ja, ik vind het mooi. Nou, ik heb geen nieuwe fixing spray. Dus ik gebruik mijn Pixie Glow Mist. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de full face video met allemaal nieuwe make-up. En ik ben best wel enthousiast. Ik ben echt blij met hoe ik eruit zie. Ik zal heel even snel vertellen wat ik nou uiteindelijk van alles vind. Wat mijn eindconclusie is. Dit paletje is echt een top paletje. Ik ben echt impressed. De kwaliteit is zeker geen kindermake-up kwaliteit. Ondanks dat het wel een beetje een kinderlijke verpakking heeft. Dus als dit kleuren zijn die jou aanspreken, ik raad het paletje echt zeker aan. Ik ben echt in shock met hoe goed het allemaal heeft gewerkt. Geen fallout, goede pigmentatie. Alles blenden goed. En ik heb echt veel kleuren gebruikt. Zowel matte als glanzende. En alles werkte gewoon goed. Dus ik ben best wel enthousiast over dit paletje. De Beauty Bakery Brownie Bar Palette ben ik iets minder enthousiast over. Los van het feit dat dit paletje sowieso gewoon te donker is voor mij. Er zat veel te veel pigment in de blush. En dat is gewoon niet mooi. Hij blende ook niet goed mee. Hij bracht een beetje vlekkerig aan. De bronzer heb ik niet gebruikt. Maar ik ga ervan uit dat dat gewoon precies hetzelfde gaat zijn als met de blush. De glow vond ik wel mooi. Maar om dit hele paletje te kopen voor alleen maar de highlighter is een beetje zonde. De Maybelline Contour Stick ben ik echt van onder de indruk. Ik vind het echt een goede contour stick. Ik vind het altijd wel jammer bij dit soort producten dat ik dan de andere kant niet gebruik. Dus ik gebruik echt alleen maar de contour kant. Maar ook al gebruik je maar één van de twee kanten, ik raad hem zeker aan. Want hij is echt heel erg fijn. Ik vond hem ook heel fijn met de neuscontour aanbrengen.
De LOV primer vind ik op zich ook fijn. Alle make-up bracht er gewoon goed op aan. Hij bracht gewoon goed aan op mijn gezicht. Ik vind hem oké. Ik moet hem wel vaker gebruiken. Maar voor nu ben ik er wel gewoon enthousiast over. De Be Creative Make-up Mascara vind ik heel erg fijn. Als je een goede mascara zoekt voor lengte en ook vooral voor de onderste wimpers, dan is dit echt de mascara voor jou. De lipsticks van Missouda vind ik ook echt toppie. Tot nu toe alle producten die ik van dit merk heb geprobeerd, vind ik echt fijn. Dus ik ben best wel enthousiast over dit nieuwe merk. De Zoeva Concealer is voor mij een beetje een... Moi, ik vind hem absoluut niet slecht, maar ik vind hem ook niet heel erg goed. Het is gewoon een oké concealer. Zijn er concealers die beter zijn en die minder duur zijn? Ja, dus vandaar, ja, kijk maar wat je ermee doet. Het is in principe wel gewoon een oké concealer. De City Bronzer vond ik heel erg fijn. Let dus wel op als je de kleur deep neemt. Het is niet per se deep, dus als je een hele donkere huidskleur hebt, gaan deze kleuren helaas niet werken voor jou. Dus ik vind echt dat ze met echt veel meer kleuren moeten uitkomen, want this ain't it. Maar voor mijn huidskleur vind ik hem heel erg mooi. Het is echt een goede bronzerkleur. De Anastasia Beverly Hills poeder. Wauw. Dit is echt de winnaar van vandaag. Ik heb echt werkelijk waar nog nooit een poeder gebruikt die je gewoon niet ziet op je gezicht. En toch gewoon doet wat een poeder moet doen. Ik ben echt in shock met hoe licht het is. Hoe dun het op de huid ligt. Het is gewoon alsof je geen poeder op hebt gedaan. En dat is echt amazing. Dus ondanks de hoge prijs van de poeder raad ik hem wel zeker aan. Nou jongens, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop zoals altijd weer dat jullie hebben genoten van de video. Laat me weer weten beneden in de reacties wat je ervan vond en wat voor video's je eventueel nog meer zou willen zien op mijn kanaal. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!